modellen worden ingezet voor tv-spotjes, billboards of publiciteitspagina's. Bedrijven doen een beroep op hen om hun producten te commercialiseren. Maar wie vindt het geschikte gezicht voor een bepaalde campagne of brand? Dat is het werk van modellen, scouts of spotters. Zij maken de match tussen de vraag van de klant en de look van het product. Joppa TV trok een dag op stap met modellenspotter David van Ammel van Borderfield Modeling & Casting. Ik ben modellenscout. Dat wil zeggen dat ik potentiële modellen ga zoeken. Ik ga de straat op en ik zoek fotogenieke mensen. Het spotten gebeurt meestal in de namiddag en op drukke plekken met erg veel volk. Vandaag staat David op de Meir van Antwerpen. Het moeilijke aan spotten is ook wel een beetje dat ik moet die mensen soms lang bekijken, langs alle kanten, voordat ik er precies van erop af te stappen. En ja, als die dan zien dat ik naar hun kijk, dan krijgen ze soms wel rare blikken. Pardon, mag ik eens iets vragen? Goedendag. Mag ik je even iets vragen? Vragen, ja. Mijn naam is David van Ammel en ik ben een spotter voor een modellenbureau. En ik had u eigenlijk gezien. Ja. Ik zag u voorbij komen. Wat doe ik als spotter eigenlijk? Dus ik ga gewoon de straat op en ik kijk gewoon heel visueel naar mensen die op eerste zicht mij wel iets lijken. Dat is gewoon de allereerste stap. Ja. Heb je er ooit al over nagedacht over model worden of iets in doen? Ja, ik wil er eens vaker gescout. Ik zou dit sowieso even meegeven. Hè. Dat is gewoon onze site. Er staat ook informatie op wie wij zijn. We zijn een Belgisch modellenkantoor, maar we hebben ook een kantoor in Nederland. Je moet gewoon eens even kijken, we zijn altijd op zoek naar nieuwe modellen. Maar ik zou zeggen, bekijk de site gewoon rustig eens. Ja, dankjewel. Laat me iets weten. Dankjewel. Bedankt, hè. Het moeilijke is om mensen te vinden van de juiste lengte als je dan naar op zoek bent. Dus ik probeer mijn eigen altijd een beetje als maatstaf te nemen. Maar er is niet veel, er zijn niet heel veel lange mensen op de baan vandaag. De minimumlengte voor meisjes is 1,72 meter, voor mannen 1,84 meter. Jongens moeten bovendien een hoekig gezicht en een uitgesproken kaakbeen hebben. Allee, want dat kan soms een interessante bijverdienste zijn, allee, als je er af en toe tijd voor hebt natuurlijk. Ja, een keer misschien wel eens proberen als dat uitkomt. Willen ze doen? Misschien wel, ja. Ik zou zeggen, denk er zo van na. Anders spreek je uw nummer eens even noteren. Ja. Oké, nee, perfect. Heel interessant plan. Ik zal je zeker eens contacteren. Dat is heel goed, dankjewel. Absoluut. Ja, goed bedankt. Hoi. Volgende afspraak is fotostudio Bart Poels in Beersen. David begeleidt enkele beginnende modellen tijdens een eerste gratis fotoshoot. Tips en weetjes over hoe je best voor een camera poseert. En je mond is echt zo ver mogelijk open. Echt. Ver open. Oké, harder. Harder. Meer, meer. Dat is echt, dat is veel te flauw. Nu je schouders laten hangen. Hè. Recht, rug recht. Ja. En laat je mond open. En doe nu je haar eens van achter je oren naar licht. Zeker wel modellen gezien met potentieel. Maar uiteindelijk gaan we daar maar 1 op 4, denk ik, modellen effectief aan kunnen inzetten. Misschien eens een klein beetje die lippen, een klein beetje tuiten. Ja. Terug op kantoor in Turnhout. Borderfield Modeling & Casting heeft op enkele jaren tijd een bestand van 1200 modellen opgebouwd. Gewone people-gezichten en fashion-modellen. Ik heb ze niet allemaal zelf gespot, want ja, modellen komen vaak van veel verschillende kanten en zo. Bijvoorbeeld iemand die ik wel gespot heb, dat is David hier bijvoorbeeld. Dit zijn allemaal fashion-modellen, redelijk topmodellen zou ik zeggen. Allemaal ja, hele mooie mensen met ideale maten. In Vlaanderen zijn een vijftal grote castingbureaus en zo'n 15 kleinere agentschappen.